Had je ook moeten zeggen dan? Had je ook moeten zeggen dan? Hé? Allebei, hè? Nou, maar in ieder geval, wij gaan lekker even tussenuit, even lekker lopen. En als ik mijn koffie op heb, nou, daar staan twee tassen. En dat is voor de Halloween, dus ga ik ook weer beginnen zo meteen. Maar eerst even pauze. Hè? Nou, moet ik nog toch kijken. Een hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ja, daar zijn jullie weer aanbeland. En het is vandaag al reeds weer zondag de tweede van de 10e 2022. En we leven om 3:08. Ik heb gisteren maar één keer aan het vloggen geweest. Meer niet. Ik ben het vergeten en onverwachte ziekte gehad. En ja... Dan kan je mij wel opdwijlen als je niet in orde bent, hè? Ja, daar kan ik ook niks aan doen. Maar in ieder geval, het is vandaag lekker weer. Ik ga eventjes lekker erop uit met de meisjes. Eventjes lekker wandelen en ik wil de keuken even opruimen. Want het is daar één dikke puinhoop, dat wil je niet weten. Dus dat moet maar eventjes, echt, ik schaam me diep. Het is één dikke puinhoop. Ja, nou, kijk er eens aan. Ja, grootste is dat vol. Dus ja, dat wil ik eventjes opgeruimd hebben. Schoon. En, Had je ook wat te zeggen dan? Had je ook wat te zeggen dan? Hé? Allebei. Nou, maar in ieder geval, wij gaan lekker even tussenuit, even lekker lopen en wat verder de dag brengt, ik weet het niet, gisteren liep helemaal in de soep, ja, dus, maar oké, en het is vandaag, het is dus oktober en dat wil zeggen, oktober, dat het de maand is van Halloween, dus ja, dan gaan we ook weer mee beginnen om het een en het ander weer op te hangen en te doen. En dan zullen we het wel beleven. Ja. Gewoon gezellig. Hè? Jo. Gezellig. Weet ik ook niet waar ik de spook zou gaan hangen. Nee. Misschien wel bij de heks. Au, midden in de kamer met het lange gewaad. Nou ja, we merken het wel. Ja, we merken het wel. Je hoeft niet de verdieping te hoog te gaan zitten hoor. Nee. Die onderste waren van Eka. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie dag en geniet gewoon maar weer met ons mee. Ja, wat zijn die bomen mooi, hè? De kleuren ervan. Ja, ik vind dat weer beautiful. Ja, echt waar. Maar ook is de keuken weer schoon. Ook is de keuken weer schoon. Oh, dat was de etensbak van de honden waar ik tegenaan zat. Van de meisjes. Ja, het is weer schoon. Nou ja, dat blijft voorlopig een troep. Enkel die onderste bak die kan naar boven toe. Dat is mijn föhn. Dat kan weg. Dus ja. En nou ja, morgen hopelijk dat Claudia komt. Nou, die mag ook wel weer wat te doen hebben, dacht ik zo. Ja. Ik heb mijn koffie klaargezet, want ook daar heb ik zin in. En ik heb de tweede wasmachine alweer draaien. En dat in die gauwigheid. Ik heb eerst een jas, die groene lange zomerjas heb ik gewassen. Die heb ik een kwartiertje gedraaid, was die klaar. En nu zit de keukenwas erin. En als ik mijn koffie op heb, nou, daar staan twee tassen. En dat is voor de Halloween, dus ga ik ook weer beginnen zo meteen. Maar eerst even pauze. Hè? Nou, moet ik nog toch kijken. Hè.
Moeten jullie naar buiten? Moeten jullie even naar buiten? Kom maar. Kom dan naar buiten. Kom naar buiten. Hup, wegwezen. Weg. Naar buiten. Rijken naar buiten. Naar buiten. Ja, naar buiten. Ga maar buiten even gek doen hoor. Weg. Nee, weg. Ga maar even buiten gek doen. Ja, nou, ik ga eventjes, zoals ik al zei, pauze nemen. En even genieten van mijn bakje koffie. Ja, lieve vrienden, ik ben reeds net klaar. Enkel ik heb Karin even tussendoor aan de telefoon gehad, die belde mij op. Dus ja, eventjes dat eerst opnemen. Ik zou net jullie erbij pakken en toen kon ik dat weer even sluiten. Maar ja, in ieder geval, ik heb mijn spook gemaakt, want die was kapot. Ik had enkel die kop en die paar armen. Nou, hij hangt weer. Ik draai jullie even om, want we gaan zo meteen ook even naar buiten. Dat jullie het ook van buiten af kunnen zien. Dus ik draai jullie even om. Ja, nou ja, daar hangt hij dus. Ik zit ook met tegenlichten weg, ik er vanzelf. En ik moet mijn stok even hebben. Dames. Dames. Klaar. Ja, je bent weer vervelend. Ja. Even hier. Kijk. Gewoon een laken van mezelf, een ouwe. Eroverheen gedaan. Dus ja, dat kan toch ook. Zo, ja. Boop. Ja. Nou. Wat hebben we nog meer? Even zien. Oh ja, daar heb ik een spin leggen. Ik heb de planten allemaal opgeschoven. Want ja, ik heb hier ook wat staan. Maar ja, dat zien jullie dus nou zo niet. Ik heb in de keukenhek ook wat hangen. En daarvoor gaan we dus ook naar buiten toe. Ik heb ook een spooky en ik heb dat. En die wil weer naar buiten. En ik moet even weer terugzoomen. Kunnen we ook even gelijk doen. Nou, doe dan. Doei man. Zo, nou, die weer dicht, anders wordt het mij te koud in mijn huisje. En zolang ik niet hoef te stoken, hè, doe de wal, malle meid. Moet je weer naar buiten, maar je gaat niet mee hoor. Nee. Nou, daar hangt ook wat. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Keep out. Ja. Ja, je ziet de buitenwereld erbij in, hè? Daar kan ik niks aan doen. En een grafsteen, een rib. Nou, het spookje natuurlijk. Hallo, hallo. Ga die kant eens op. Stop.
lijf. Zo, nou dan gaan we eventjes naar de voorkant. Nou ja, dit is de gemeentetuin. Daar heb ik wel zo'n bloedje hekel aan, al die stiekelbotjes. Zo vreselijk. Bloedcafé. En het is spooky. Dus ja, toch leuk. Helemaal geweldig. Ja. Kijk eens, een bouwtje. Ach ja, laat ze maar lekker begaan. Moet jij weer naar binnen? Of blijf je buiten? Ja, blijf je buiten, toppie. Sjoeken, nog een toppie. Die is ook zo snel, hè. Snelle Jelle, zou je haar zeggen. Maar oké, ja, dit heb ik dus gerealiseerd. Nou ja, en, ik ben al met Halloween te maken. En daar hangt dan de tovenaar. Heeft ook met Halloween te maken. Dus ja, helemaal geweldig. En verder, nou is basta. Het hoeft niet zo uitbundig, maar het is gewoon leuk. Dus, nou, ik zou zeggen, een hele fijne avond gewenst en smakelijk eten. Ja, lieve vrienden, we komen natuurlijk weer eventjes terug. Meestal vergeet ik het, maar nou dus niet. Om jullie een welterusten te wensen. Wij gaan zo meteen naar bedje toe. En wie zit er naast me? Onze lieftallige Elwing. Ja. En Rijka, nou ja, die zit op de bank. Hé? Rijka. Dus ja, dat we gaan straks lekker een beetje toe. Het is ook al reeds hoe laat leven we. Ik moet mijn telefoon even hebben. Waar is dat ding? Het ligt op de salontafel. Moet ik even bij. Ja. Even pakken. Ik weet niet eens hoe laat dat is. Nee, moeten we eventjes bekijken, hoor. Nou ja, het is 00.48, dus het loopt tegen 1 uur, dus ik ben lekker op tijd. Moet ook wel, want ik krijg morgenochtend al heel betijds iemand even op bezoek om wat te brengen. Want morgen gaan we beginnen met lopen voor de dierenbescherming. Ja, want ook de dieren moeten beschermd worden. Ja, hè? Ja, nou, ook onze diertjes, ja. Welk dier dan ook, maakt niet uit, ze moeten beschermd worden. Dus daar gaan we weer ons voor inzetten. Deze week, ja, gooi de boel op de grond, hé. Gooi de boel op de grond. De kussen helemaal. Hé, hey, nou dat is. De bank hoeft niet kapot. Smiggie. Je bent een klein smiggie. Ga er eens af. Hallo. Ja, ga jij er ook nog weer eens op. Ah, wat heb ik met jullie? Wat heb ik met jullie? Boefjes. Boefjes. Blijf. Blijf. Blijf.
Blijf. Blijf. Goed zo. Goed zo. Lekker, hè? Ja, dus lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet ook jullie van je nachtrust. Slaap lekker en mooie dromen. En morgen weer gezond uit je bed zien te komen. Ik zou zeggen, graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei!